En welkom bij de eerste adventskalender video van 2019. Ik ga 4 keer een video voor jullie uploaden waarin ik 2 adventkalenders ga unboxen. De eerste is eigenlijk de belangrijkste van deze video. Deze video is in samenwerking met Rattenplan Monster. Ik word niet betaald voor deze video, maar ik heb van hen een superleuke adventkalender cadeau gekregen. En die ga ik iedere dag voor jullie unboxen. Ik neem daar iedere dag een stukje van op. En dan ga ik dat 1 keer per week voor jullie uploaden. Dus we gaan op zoek naar het eerste pakje. Want ze hebben deze 2 mooie bomen gemaakt. Maar er pasten niet alle cadeautjes in. Dus ik moet voor cadeautje 1, heb ik begrepen, in de zak duiken. Dus dat ga ik even doen. Nou, ik ben de rest al aan het slopen, zul je zien. Maar ik heb hem gevonden. Ik kom even wat dichterbij. Cadeautje 1. Hier staat een 1. Ik heb ontzettend veel last van het licht. De zon schijnt heel fel. Ik baal daar echt verschrikkelijk van. Want het is echt zo irritant om zo op te nemen. Maar ik kan daar even niks aan doen. Dus ik ga deze uitpakken. Oh, kijk eens. Ja hoor. Dat is leuk. Dit is een... Oh, wacht eens. Ik kan hem ook nog aandoen. Maar dan moeten denk ik batterijen... Oh, er zitten batterijen in. Ik weet niet of hij het doet of dat de batterijen leeg zijn of de lichtjes doen het nu niet. Maar er zitten dus, het is dus een heel leuk busje met Let It Snow. En er zitten dus lampjes in, dus ik ga eventjes kijken of ik daar andere batterijtjes in kan doen en of die het dan doet. Maar dit is dag 1, dankjewel Rattenplan, echt super leuk bedacht. En dan ben ik even naar dit hoekje van het huis verplaatst. Daar zie je ook een kerstboom staan, maar daar zit ik nu net met mijn hoofd voor. Dit is de 2e adventkalender die ik met jullie dagelijks ga uitpakken. Dit is een kalender die heb ik gekocht bij Van de Zusjes. En dat kwam omdat ik dacht, oh, wat zou een washi tape adventkalender toch tof zijn. Maar dat zal wel niet bestaan. En ik ging googlen. En zie hier mijn washi tape adventkalender. En ik heb er even een mesje bij gepakt. Want het zijn aparte doosjes. En ik heb ze even, want ik wilde ze eerst door elkaar zetten. Maar ik dacht, ja, als je dan één uitpakt, dompelt het hele ding uit elkaar. Dus dat is helemaal niet handig. Dus ik heb ze op rij neergezet. En dit is doosje 1. En die zitten allemaal dicht met een plakbandje. Dus vandaar dat ik even een mesje heb gepakt. Want dan kan ik ze gewoon netjes openmaken. En dit is super leuk. Een washi tape, met gouden, nee, zilveren. Zilveren driehoekjes zijn het allemaal. En het washi tape zelf is rood. Maar het is niet echt rood-rood, vind ik. Het is een beetje roze-rood, lijkt het wel. Heel leuk. Ik ga hem gelijk openmaken. Ik heb hem even uit de verpakking gehaald. Dan kan je misschien nog beter zien. Dit is de eerste washi tape van de adventkalender. Heel erg leuk. Oh, niet vallen. Ik leg hem voor nu even hier neer. Ik zie jullie morgen bij dag 2 van de adventkalender. Welkom bij dag 2 van de adventkalender unboxing. 2 december. En ik heb hier de kalender staan. Helaas vallen er wat dingen uit. Maar ik heb al even wat voorwerk gedaan. Dit hier. Even kijken of ik het goed in beeld kan brengen. Nee. Wacht even, want ik rij achteruit. Dit hier is pakje 2. Dus die ga ik eventjes losmaken. Dan jullie even kijken hoe ik dat doe. Kijk, hier zie je nog een keer pakje 2. En dan ga ik dat eens eventjes unboxen met jullie. Nou, dit ziet er al goed uit, zeg. Ik denk dat ik wel weet wat dat is. Een matroeska. Maar dan voor kerst. Dus die moet nog een plekje krijgen.
Daar ga ik even over nadenken waar ik deze neer ga zetten. En dan ga ik dat aan jullie laten zien. Dankjewel Radplan. Superleuk. Heel leuk bedacht. En nu we hier toch zijn, gaan we gelijk even over naar de andere adventkalender. Want die staat natuurlijk hier. En dan hadden we hier vakje 1 al gehad. Dat was deze. Nu leg ik ze er nog even op. Met de tweede rij kan dat natuurlijk niet meer. Dus dan gaan we nu even naar dag 2. Die ook gelijk even openmaken. En dan moet ik eigenlijk weer even een mesje pakken. Daar gaan we. Zo, kijken wat daaruit komt. Volgens mij zie ik al een hele leuke. Dat is deze. Dan hoop ik dat hij wil focussen. Ja, dat wil hij. Welkom bij dag 3 van de adventkalenders. Ik ga even op zoek naar pakje 3. Ah, gevonden. Die ligt hier in het hoekje. Even kijken. Hier heb ik hem vandaan. Nummer 3. Heel benieuwd. Ik zie hier stiekem al wat uitsteek. Ja, toen we hem naar huis, toen ik hem naar huis moest vervoeren, regende het heel erg. Dus het is niet een heel zo. Regende het heel erg. Dus ja, het is niet altijd even goed gegaan. Maar goed, dat geeft niet. Oh, er komt nog een verpakking uit, jongens. Kijk nou. Hoe schattig dat is. En dan staat er hier Merry Christmas. En dit is dan de achterkant met beertjes erop. En dit verraadt volgens mij al dat het geen verpakking is, maar... Zo, en toen was mijn geheugenkaartje vol. Dus ik heb jullie even van het statief af moeten draaien. Dus ik ga jullie nu even neerzetten. En dan kan ik jullie mooi laten zien dat dit nummer 3 is van de kalender. Dus die ga ik er voorzichtig even afpakken. Nummer 3. En dan gaan we eens even kijken wat daarin zit. Even het plakbandje door. En dan kan het doosje open. Oh, wacht eens even. Daar zit een... Oh, kijk nou. Hoe leuk. Ik ga het jullie even proberen te laten zien. Sowieso is het een heel leuk kleurrijk washi tapeje. Maar als ik het jullie zo probeer te laten zien... Ja, daar komt hij. Kijk, dan zie je al wat het zijn. Maar hier kan je het misschien nog beter zien. Het zijn allemaal soorten bikinis. En dat vind ik dan wel grappig. Want er stond inderdaad in de... Nou moet ik weer even scherp worden. Hallo, hij heeft het er maar moeilijk mee. Daar ben ik. Hij heeft, er stond al in de omschrijving van de adventkalender dat ze ook rekening zouden houden met andere seizoenen. Dat er niet alleen maar kerst en dat soort dingen in zou zitten. En dit is natuurlijk een superleuk zomertapeje. Dus nou, ook weer heel erg blij mee. Tot morgen. Goedemorgen en welkom bij dag 4 van de adventkalenders. We beginnen dit keer even met die van de washi tape. Dag 4, dat is deze. Moet ik niet die andere meenemen? Ik moet ze even ergens anders gaan leggen. Want als dit rijtje klaar is, kan ik ze er toch niet meer bovenop leggen. Maar goed, ik ga hem even openmaken. Ik had een mesje. Zo. Ik had even een mesje moeten pakken. Ga ik nu even. Dag 4. Zo benieuwd. Ik ben echt zo blij met deze kalender. Het is echt heel erg leuk. Ja, washi tape kan je nooit genoeg hebben, hè? Deze vind ik heel leuk. Zo, ik heb even plastic ervan afgehaald. Dan kan je het nog beter zien. En hij voelt ook echt heel lekker aan. Het zijn wel echt kwalitatief ook goede tapejes. Ja, dat was natuurlijk ook wel te verwachten. Maar dan is het toch fijn als het ook echt zo is. Dan krijgen we natuurlijk... Even kijken of ik jullie dat kan laten zien. Ja, deze... kalender, dus daar ga ik ook even zoeken. Naar dag 4. Dan vraag ik me af, zit die... Oh nee,
Hij zit niet in de doos. Ik dacht misschien zit hij in de zak, maar hij ligt hier. Het is een kleintje. Wat natuurlijk ook gewoon heel leuk is, want kijk, dag 4. En ik ben blij dat ik een mesje heb, want er zit redelijk veel plakband op. Oh, kijk nou. Ja, ze hebben wel echt goed nagedacht over wat ik leuk vind. Die matroeska natuurlijk. Dat kerstzakje met dat muziekdoosje erin. Laura weet dat ik muziekdoosjes ook heel erg leuk vind. Nou, die Let It Snow daar. Dat is natuurlijk, ja, kerst is altijd goed. En nu heb ik... Wacht, ik ga jullie weer even neerzetten. Glitter. Stikkels heet het. Lavender stikkels. En dat kan ik natuurlijk in mijn bullet... Wacht. Dat kan ik natuurlijk in mijn bullet journal gebruiken. Nee, ik dacht misschien zit er nog een geurtje aan. Maar dat is niet... Nee, het is echt glitter voor in mijn bullet journal. Dus die gaat in mijn la. Die gaat bij de knutselspullen. Leuk. Nou, wederom super bedankt Rattenplan. Tot nu toe hebben jullie goed je best gedaan. Ik zie jullie morgen. Goedenavond, welkom bij dag 5 van de adventkalender. En ik had hem hier al de hele tijd gespot. Ik ga even kijken of ik het jullie kan laten zien. Want hier ligt dag 5. En dat is zo'n groot pakje. Ik ga hem er even bij pakken. En dan ga ik het even uitpakken. Het voelt als een heel zacht... pakje. Dus ik ben heel benieuwd wat het is. Oh, wacht. Ach, wat ongelooflijk schattig. Kijk nou. Zelfs met het labeltje er nog aan. Een kerstkussentje. Met de kerstman op een fietsie. Ik vind hem briljant. Hoe leuk is die? Ga ik gelijk zo even mijn zus appen. Ik vind alleen dit een beetje... Het label is zo wat groter dan het kussentje. Dus dat moet ik er even zorgvuldig afknippen. Maar die kan natuurlijk wel leuk op de stoel hier liggen. Zo. Heel leuk. Dan dag 5 van de washi tape. Dat is deze. En ergens hoop ik dat er een beetje Sinterklaas thema washi tape in zit. Maar... misschien ook wel helemaal niet. We gaan het nu zien. Nou. Nee. Nou, jawel, jawel. Het is een soort van Sinterklaas thema. Want het is zwarte. Met daar heel leuk opgeschreven. Kijk, daar is die. Hyper de piep. Hoera. Dus dat... Kijk, daar ben ik weer. Maar dat is dus wel een beetje voor de Sint. Want die is natuurlijk vandaag lekker jarig. Dus toch nog een beetje Sint... En Piet, washi tape. Super leuk. Dag 6. Ja, dag 6 van de adventkalenders. En ik word geappt intussen. Dus we gaan eerst weer even naar die van Rattenplan kijken. En dan gaan we even hier kijken. En dan zie ik daar al dat dit, denk ik, 6 is. Want je zou kunnen zeggen 9. Maar ik denk dat dit nummer 9 is. Dus ik ga ervan uit dat dit nummer 6 is. Dus die ga ik er even bij pakken. Zo, en dan heb ik jullie even neergezet. Dus dag 6 van de Rattenplan Monster Adventkalender. Daar gaan we eens even kijken wat dat is. Ben ik heel benieuwd naar. Oh, ik zie al dat het ook weer iets kersterigs is, denk ik. Oh, wauw. Kijk nou, dat zijn stoeltjes. Die stoeltjes kan je, denk ik... Oh, aan een van die stoeltjes zit een bloem, maar die hoort er denk ik niet bij. Dus die haal ik er even af, want die vind ik ook niet zo mooi. Maar dit zijn de stoeltjes. En ik denk dat je er iets leuks op kan zetten. Heel leuk. En dan gaan we natuurlijk gelijk door naar dag 6. Van de washi tape kalender.
Dat is deze. Dag 6. Dit even een trekje maken. Ik had mijn mesje al gepakt. Zodat we hem open kunnen maken. Dag 6 is... spannend. Ik zie volgens mij al iets heel erg leuks. Ja, dat vind ik wel wat hoor. Kijk, dat is een soort kraftpapierkleur adventkalender. Ik wacht even, ik ga jullie het even anders laten zien. Want anders gaat hij het nooit laten zien. Dit is de advent. Kijk, nou focust hij wel. Met allemaal sterretjes en streepjes in het zwart en in het goud. Zo ontzettend leuk weer. Goedemorgen en welkom bij de laatste dag van deze week, de adventkalenders. En we gaan eerst even naar die van Rattenplan. Het is 8:30, ik ben net wakker, maar ik dacht ik doe ze een keer gelijk. Want nu hoef ik niet naar mijn werk, dus dan kan ik het gewoon weliswaar in mijn pyjama, maar ik kan het wel gewoon filmen. Dus we gaan even kijken, want ik had al eventjes gekeken gisteren natuurlijk, omdat ik 6 en 9... Zag ik toevallig dat daaronder 7 zat. Maar ik ga heel even dat met twee handen doen, want ik ben bang dat het anders omvalt. Hier heb ik hem, een klein pakketje. Waarvan ik weer heel benieuwd ben wat erin zit, want ik kan het niet helemaal voelen eigenlijk. Ik heb geen idee. Kijk nou. Dat is leuk. Ja, Laura kent me natuurlijk heel goed. En ook de kleuren hier in huis. Dus ze heeft heel leuk lint uitgezocht. Laura heeft dit natuurlijk voornamelijk met Sascha samengesteld. Maar ik vind het wel leuk hoor. Het is heel mooi lint. Kijk dan. Het glittert mooi. Ik weet niet of het wat is om in mijn bullet journal mee te werken, want ik werk daar het liefst niet met stofjes in. Maar het is natuurlijk wel leuk om hier iets mee te doen. Dus nou, daar ga ik nog even over nadenken. Ik heb doosje nummer 7 gepakt. Openmaken. En dan zit erin ook weer een dik rolletje tape hoor. Eens even kijken. Oh, wauw. Maar echt? Wacht even. Wauw, wat bijzonder. Ze hebben echt bijzondere tapejes. Ik ga hem even uit het plastic halen, want dan kan je beter zien wat erop staat, gok ik. Het zijn allemaal mensen in een zwemband in het water. Kan je het dan beter zo? Kijk. Allemaal mensen, hier zie je het goed, die drijven lekker in hun zwembandje in het water. Hoe grappig is dat? Ook weer voor van de zomer. Ik vind het echt, ja, dat scherpstellen, daar heeft hij af en toe nog even last mee. Heel leuk. Echt bijzondere washi tapejes hoor. Dus nou, en een mooie, hoe heet dat? Band? Lint? Wat is het? Deze? En leuke washi tape weer voor vandaag. Dus hiermee is er een eind gekomen aan deze week van de adventkalenders. Morgen begin ik weer een nieuwe. En jullie zien deze op die dag. Jullie zien deze op 8 december. En de washi tape, of de kalenders die ik tot nu toe heb opengemaakt tot en met 7 december. Dus volgende week weer een nieuwe video. Tot volgende week! Thank you.
Thank you.